allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Parapra TV. Het is de avond voor de kuur op muziek. George, niet aan mijn trui eten. Super spannend. We hebben natuurlijk vorige week in de vlog, hebben jullie dat gezien, al goud gewonnen. Dat was gisteren. En nu hebben we het onderdeel morgen. Hi George, kuur op muziek. Ik ben echt super zenuwachtig. Wil je het allemaal zien? Blijf kijken! George, ik moet altijd uitkijken als jij dit soort dingen gaat doen, want jij neemt altijd overal hapjes van. Voordat ik ga slapen, doe ik altijd nog eventjes de trillsingel bij George erop. Kom eens. Kijk, lekker voor het slapen. Ga nog even kriebelen en nog even lekker naar buiten kijken. Ja, lekker. We hebben vandaag lekker gereden, lekker gewandeld, lekker gegraast. En George vindt het zo gezellig om mee te zijn. Altijd nog even de drinkbak controleren. Nou, die is goed. Dat is super belangrijk dat je die altijd controleert. Nu ben ik nog eventjes mijn bed aan het opmaken, want ja, ik heb morgen om 8:30 in de ochtend wedstrijd, dus ik moet hier om 6:00 zijn. Oh, je hebt jezelf losgemaakt, dan ben je straks weg. Oh, je wilt weer gekriebeld worden, kijk. Let op. Ik vind die zo chill. Hij vindt het zo gezellig om mee te zijn, al die aandacht. Maar ik wou altijd echt maar helemaal randen zo tegen de muur. Als ze dan rollen. Dan rollen ze terug en even zijn stal helemaal opstrooien, zodat hij morgen hopelijk wit is. Ja, George, dat we niet nog hoeven te wassen. Goedemorgen jongens, het is 5:50 ochtends en ik ga even zwollen maken. Er moet altijd warm water, niet altijd even een half uurtje intrekken, omdat alles uitzet in de buik. Huppatee, er is daar geen warm water. Ja, we stappen hier met de waterkoker. Jongens, het is 6:00. Goedemorgen, Georgie. Even kijken, hoe gaat het licht aan? Goed geslapen? Oh, je ogen zijn nog helemaal dicht. Je bent nog aan het slapen. Ja, dit, kijk. Oh, dit ben je natuurlijk helemaal niet gewend. Georgie. Lekker geslapen, jongen. Nu wordt het kijken of je nog helemaal wit bent. Je moet je toch niet opeten. Ik heb lekkere slommer voor jou gemaakt. Ik ben zo zenuwachtig om dit pak uit te doen. George is al lekker eventjes aan de hooizak begonnen. Maar dit is het moment om erachter te komen. Is hij wit of heb ik een probleem? Oké, we gaan nu dit ding over zijn hoofd uittrekken. Yes, hij is hier wit. Yes, deze kant ook. Oké, we gaan verder. Even het hele lijf. Wit, 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 wit. Ja, deze hele kant is wit. Yes, helemaal wit. De paarden krijgen altijd eerst hooi en dan pas eten en slobber of biks, omdat ruwvoer is het allerbelangrijkst. Maar George vindt het wel handig uit zo'n zak eten. Alle spullen liggen klaar. Ik ga dit keer in het oranje rijden. Ik heb een blauw-oranje cap. Hier liggen mijn haar netjes in, beenkappen liggen klaar. Ja, George, nou, zo meteen krijg je lekker slobber. En dan gaan we hier even alles klaarleggen voor zo meteen. Hoefolie en dat soort dingen. En dan kunnen we knotjes maken. En er komt zo meteen iemand knotjes maken. Ze heet Kylie en ik heb die knotjes gisteren gezien. Ik ga vandaag leren hoe je die knotjes maakt. Want ik moet zeggen, dit zijn echt de mooiste knotjes die ik ooit gezien heb. Er zit zo'n soort bolling in. En daarin zit het knotje. Ik ben heel benieuwd hoe je die maakt. Dus we gaan heel goed opletten, want dan kunnen jullie thuis ook namaken. Wat je moet doen, zeg maar, is dat je het begin niet te strak doet. Dus dat je een beetje zo doet. Jongens, het begin niet te strak. En dan zijn het verder dus wel gewoon vlechtjes. Ja, gewoon vlechten. Oké, ik zie een soort bogen inderdaad. Ja, kijk, dan ga je dit heel strak doen. Dat wel heel strak? Dit wel strak. Want kijk, dan krijg je dit. Oh, ja, ja, ja. Zie je? En dit komt goed zo, hè? Nee, dat komt goed bij die voorpluk. Ja. Oké, jongens, jullie zien nu al dat dit anders is dan normaal. Je ziet hier al die mooie bogen ontstaan en dan straks gaan ze dus in. Jullie hebben het nog niet gezien, maar ik dus gisteren wel en ik wist niet wat ik zag. Dus ik hoop zo dat ik het ook kan leren. Oké, we gaan het nog even eentje goed bekijken. Je pakt 3 plukken en dan welke doe je het langste? Links voor, zeg maar, altijd boven. Oké, links voor als de boven. Ja, je moet zorgen dat het zeg maar glad is. Oké. En dan vanaf hier doe je het strak. Ja, even wachten.
Heel erg strak. Ja, hier zijn ze echt super dik. Ook het laatste stukje hebben, anders heb je altijd zo'n plukje over. Oh, je maakt een soort mini hengstenvlecht. Vet slim. Ja. Oh, en dan pak je dat er allemaal gewoon bij, joh. Want anders heb je eigenlijk niks. Nee, anders dan blijft het altijd een plukje over. Nu heb je gewoon alles. Ja. Super slim. Het eerste knotje zit erin. Nu gaan we even laten zien hoe je het doet. Oké, je steekt hem aan de onderkant erin. En dan doe je hem zo dwars door het midden. En dan terug. En deze is wel even cruciaal, want hier doe je hem dus hier en dan helemaal door de onderkant. Helemaal door de onderkant? Ja. Oké. En dan weer aan de onderkant van het vlechtje. Zo. Oh, hier een beetje door het midden deden? Ja, ja. En dan hier recht naar beneden. Oké. Okay. Oh, en dan zit hij vast. En nu zit hij vast. Dus oh ja, dat je zo'n blok... Ja, oké. Okay. Ja, ja. En dat zorgt ervoor dat hij... Oh, want daarom gaat hij nooit meer los. Nee, omdat hij aan de zijkant niet, zeg maar, eruit steekt. Ja, dat heb ik altijd. Oh, dit is een... Dit is echt een vette truc. En dan blijf je hem aan de onderkant erdoor steken. En dan gewoon de hele tijd heen en weer. Oh, dit is slim. Bij mij, je weet al, schiet er altijd aan de zijkant die haakjes en dingetjes eruit. Ja. Of zo'n hele knot dat ineens loskomt. Jongens, het leuke van jury sport. 78, 71, 76, 74, 72, 79, 69, 78, 71, 76. Alleen die Franse, die heeft mij al aangegeven.
We zijn terug in het hotel. We hebben de proef gehad, de kuur op muziek. En het ging echt mega goed. George ging wel helemaal aan. Het was een beetje moeilijk om hem te managen en te handelen. Want dan wil hij gewoon alleen maar gas geven. We hebben 75,25. En die Franse, mijn grote concurrent, een van mijn grote Franse concurrenten, heeft 75,30. Dus op 0,5% sta ik nu tweede. Maar er komt nog een hele goede Franse. Dus het wordt ontzettend spannend. De proeven worden bij elkaar opgeteld. En ik stond 4% los donderdag de eerste proef. En bij elkaar opgeteld bepaalt het wie er Europese kampioen wordt. Of ja, wie tweede en derde wordt. Dus het wordt nog heel even duimen. De uitslag is binnen en oh mijn god, we zijn gewoon Europees kampioen. Ik ga nu vanaf het hotel terug naar de stal en dan ga ik George even lekker knuffelen. Ik heb een appeltje mee. Ja, we hadden een hele grote klasse, echt meer dan 20 ruiters geloof ik. Dus het duurde heel erg lang en George is nu lekker aan het slapen, maar we gaan naar hem toe. We gaan even leuke foto's maken en ik ben zo blij. We zijn gewoon Europees kampioen! Oké, mam, wat staat hier? Wacht, waar staat hij? Achter ons. Yeah! Europees kampioen! Dit is echt het allermooiste moment. Nu staat European Championale, Europees kampioen. En dan ga je naar mijn klasse. En dan zijn George en ik Europees kampioen. Van Fransen, Belgen, Italianen, Engelsen. We zijn gewoon de allerbeste van Europa. Er staat hier een stoommachine. Maar George vindt het wel lekker. Ja, een soort sauna. Lekkere wellness. Goedemorgen, we zijn nog steeds in Parijs en het is nu zondag. En vandaag is de grote prijzenceremonie. En ik heb nog nooit een prijzenceremonie op een paard gereden. Behalve natuurlijk met Yves. Maar dit is de eerste keer met George. En wat we nu ook moeten gaan doen, is afstappen op het podium. Dan hoor je het Wilhelmus. De paarden blijven erachter staan. En dan rijden we een ereronde. Ik ben er best wel zenuwachtig over. Omdat George, als hij geluid hoort, wil hij altijd gaan rennen. En als ik er dan niet op zit, dan gaat hij denk ik een beetje gek doen. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat. Maar ik kan echt niet wachten om met die prijzendeken en die medaille om naar binnen te rijden. Ik ben vanmorgen al heel vroeg naar stal gegaan. Want vandaag ging de klok een uur terug. Dus we hadden een uurtje langer slaap, maar de paarden die snappen het natuurlijk niet. Dus als het 8:30 is, dan is het eigenlijk 9:30. Dus ja, ik ging even een uurtje eerder naar stal. Dus George heeft al lekker eten gehad, hij heeft lekker gewandeld. Hij is super fit en dat vind ik heel vet, want we zijn natuurlijk al bijna een week in Parijs. 2 zware wedstrijden gelopen en hij wordt alleen maar vrolijker, hij wordt alleen maar blijer. Hij wordt alleen maar spelen met de touw, hij vindt al die aandacht heel erg leuk. Kijk, even het uitzicht vanaf het hotel. Het is nu een beetje regenachtig, maar het is echt een superleuk pleintje. We gaan de spullen meenemen. De rest van de dag zijn we op stal. En vannacht gaan we, of nou eigenlijk vanavond, terugrijden naar Nederland. Maar let's go, op naar stal. Kijk, ik heb mijn oranje jas aan en ik heb hier een broek van Piqueur. Die heb ik even over mijn witte rijbroek gehaald. Dan blijft hij lekker schoon. Het is echt super handig. Nou, mega veel spullen mee. Op naar stal. Nou, het is nu midden op de dag en vanavond is pas de prijsuitreiking. Dus ik ga even met George stappen. Jullie horen de Kuro-muziek op de achtergrond, want die is nu bezig. En George vindt het zo leuk om hier te stappen, de hele tijd zijn Spaanse vrienden te zien. We gaan straks nog even langs de dromedaren, is het toch George? Kijk, kijk, kom maar, gaan we lopen. Vanavond gaan we naar huis en George denkt, laat mij maar lekker hier. Die wordt met de dag wordt hij fitter. Hier is zijn huisje en dan kan hij heel het overal op kijken. Maar het is al lekker weer thuis, lekker in de wei en buiten spelen en naar Johnny toe. Nou, donderdag hadden we natuurlijk al goud gehaald in het eerste onderdeel van het Europees kampioenschap. Het bestaat altijd uit 2 onderdelen, namelijk de proef en de kuren muziek. En de kuren muziek hadden we gisteren. En daar reden we zo goed dat het betekent dat we in het eindklassement Europees kampioen kunnen worden. En echt een droom die uitkomt gewoon. Dat George de allerbeste van Europa is, vind ik zo ontzettend cool. In het begin weet ik nog dat iedereen tegen mij zei, ja, je gaat toch niet een paard in ruil doen voor een contract. Maar ik wist, oké, dit paard is echt een droompaard. En ja, als je op het podium staat en Wilhelmus hoort, dan denk je echt van, dat ik dit mag meemaken. Wat ik al zei, een droom die uitkomt. Nu doortrainen en ja, de Olympische Spelen is natuurlijk een droom, maar daar moeten we nog wel eventjes voor oefenen. George krijgt een lekker vakantie en ik ga even 3 weken slapen. Thank you.
Wij zijn er! Nou jongens, helemaal geweldig. We hebben ook met het Nederlandse team een medaille gehaald. Dus we hebben 2 medailles op zak, 2 gouden medailles. Nu gaan we George inladen en moeten we nog 5 uur terug naar huis. Maar er is niemand op de weg, dus dat is heel fijn. Ik hoop dat het een rustige rit wordt. George heeft nog even geplast. We gaan nu alle spullen inladen en dan let's go! Dit is zo ongelooflijk gaaf. We hebben ook met het Nederlandse team een medaille gewonnen. Frankrijk op 2 en Engeland op nummer 3. Italië geloof ik op 5 en België op 4. Dus het is echt super vet. Ik mag wel watertransporten. Eventjes huren om naar huis te gaan met al het goud. En dit is het grootste goud. Yeah. En nu op de helft van de reis van Frankrijk naar Nederland. En ik heb worteltjes gekocht bij het tankstation. Dus ik geef George even worteltjes. Dat is zijn lievelingseten. Die brave. Goed zo. Kijk, dan ga je lekker worteltjes. En dan rijden we weer verder op naar Nederland. Heerlijk. Oh, weer eens hier met Johnny. Maten. Ja, ben je blij? Ben je blij dat je vriend er weer is, helemaal terug? Ja, dag, waar is hij nou? Het is midden in de nacht. En ik heb nog eventjes gezellig nagezeten hier, omdat Lia er weer mee is. Ik neem deze hooizak mee voor Yves, want het is een vreemdzak. En kijk, Johnny staat me heel goed aan te kijken. Hé man, even de flits uitkijken. Ik geef hem nog even een snoepje. Lekker hè. Slaap lekker. Oh kijk, onze kampioen is ook nog wakker. Kijk, die geven ook nog even lekker een snoepje. Slaap lekker. Slaap lekker, John. Oké, dan gaan we even naar Evie. Hallo, Evie. Jij weet niet wat je meemaakt. Oké, de hooizak is leeg. Evie is er vet blij mee, die gaat lekker eten. Slaap lekker, Yves, tot morgen. Oh, kijk, Yves glimt mega, dus ze hebben er goed voor gezorgd. Yves. Ja.